En wat vindt u ervan dat uw buurman nu een grootscheepse gedaanteverandering gaat ondergaan? Ik heb al jaren gedacht, kan dat niet eerder? Want ik woon hier aan het Schokland inmiddels een jaar of 17. En dit is eigenlijk altijd al een doorn in het oog geweest. Qua uitzicht Schokland is natuurlijk eigenlijk een ontzettend leuk. Een leuke oude straat nog met vooroorlogse woningen. Ja, en als je dan naar de overkant kijkt, dan krijg ik nog altijd een beetje het Oost-Duitsland gevoel, zeg ik wel eens. En vooral dat grijze. En ik heb Dick wel eens genoemd van gooi er een bom op en maak er wat mij betreft een parkeerplaats van. Maar weghalen dit. En dat het nu gaat gebeuren, het wordt niet helemaal weggehaald, maar het wordt aanzienlijk verbeterd natuurlijk. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Daar ben ik heel blij mee. Meneer Niek Lommen van Urban Interest. Wat is de rol van Urban Interest in de binnenstadvernieuwing? Urban Interest is een van de partners in de gemeente Almelo, samen met de gemeente en Beter Wonen. We hebben een collectief belang om samen in overleg met alle partijen en in samenwerking met alle partijen een nieuw bruisend hart te creëren voor de gemeente Almelo. Mevrouw Jeannette de Bruin, wanneer denkt u dat het gerealiseerd is? De verbouwingen op zich zijn eind 2017 gereed, als het proces verloopt zoals het zou moeten. En daarna gaat de gemeente nog aan de slag met de waterkom. En veel mensen in Almelo zeggen, wat heeft het lang geduurd? Klopt inderdaad, het heeft lang geduurd. Alleen dat heeft te maken met een aantal factoren, waaronder andere de recessie er één van is. Ondanks de moeilijke aanloop en de moeilijke voortgang hebben we toch met elkaar, met alle partijen tezamen, een eindresultaat weten te realiseren. Wat denk ik voor de stad heel goed is. En, nou ja, we zijn dicht bij elkaar gebleven en uiteindelijk toch tot een eindresultaat te komen. Dank u wel.